Hallo, welkom. Ik ben Christel. Ik heb me gewoon voorgenomen om even een filmpje te maken over de energie van het moment. Ik ga daarvoor wat kaartjes trekken. Zo krijg ik meestal ook voeling met de boodschap die ons wil doorgegeven worden. Ik werk dan ook graag intuïtief met engelen, met gidsen en stem me af op het goddelijke zelf. Daar zijn de twee kaartjes al, die blijkbaar iets willen vertellen. Even zien. Het is belangrijk dat we de lucht klaren. Er kan wel eens wat geroffel te horen zijn op afstand. En ik kreeg ook een kaartje over, er is een smal pad. En daar horen we voorzichtig op te zijn. Het rommelt in de verte. Ik zou zeggen, er zijn wat donkere wolken. Maar er is ook wat lichtinval. Er komt dus duidelijkheid. Er is een tussenkomst. En het is misschien belangrijk dat we zien wat dat er komt. En we kijken er ook ergens naar uit, wat dat die tussenkomst ook mag zijn. En het zou kunnen dat die tussenkomst eigenlijk leidt naar een smal pad. Het kan een vernieuwing inhouden van iets. Het kan even wat moeilijk zijn. Het kan de nodige aandacht vragen. Het kan ook, ik zou zeggen, het kan heel wat van je vragen. In waakzaamheid, alertheid, oplettendheid. Ik heb het gevoel dat dit pad eigenlijk op dit moment al je aandacht vraagt en al je aandacht nodig heeft. Ga even verder. Even kijken wat er nog naar voren komt. De donder, wat je ook zou kunnen vergelijken met moeilijkheden in jouw leven, met iets wat op je afkomt, misschien onverwachts, en eigenlijk al je aandacht vraagt in je leven, is eigenlijk noodzakelijk, pardon, voor jezelf om eigenlijk volledig in je kracht te komen. Uiteindelijk gaat het erom om eigenlijk te ontdekken wie dat je bent. Om je eigen potentieel te zien. Wat dat er allemaal in jezelf zit. Om eigenlijk misschien je meer te overtuigen van wat je allemaal kunt in plaats van wat je niet kunt. Uiteindelijk, als ik het zo zie, dan is datgene wat er nu op je afkomt misschien en je het even moeilijk zal maken, waardoor je heel voorzichtig hoort verder te gaan, noodzakelijk om jou te laten zien wie je werkelijk bent. Ik zou zeggen, heb dan ook geen angst. En durf dat pad te gaan. Uiteindelijk word je uitgenodigd om meer te gaan vertrouwen. Om je angst, je eigen ongerustheid, allemaal te overkomen. Even verder zien. Het rommelroffel dat je meemaakt, de moeilijkheden, datgene wat je ervaart als lawaai in je eigen leven, kan soms wel eens noodzakelijk zijn om dingen voor jezelf samen te brengen. Ik ervaar de donder als iets die eigenlijk het pad voorbereidt. Als iets die duidelijkheid of helderheid hoort te brengen.
Het kan dus duidelijk een manier zijn om een pad te bereiden naar een samenkomen met een persoon. Het kan je brengen misschien naar nieuwe liefde in je leven. Het kan verzoening betekenen met iemand. Het kan gewoon een diepere verbinding met iemand gaan creëren. In elk geval, je zult voelen dat je iemand zult vinden. Of dat je iets zal vinden, waardoor jij eigenlijk verder kan. Wat er ook op je pad komt, doorheen dit gebeuren, wijst aan dat je ergens, dat het voor jou een talisman zal zijn, dat het jou geluk zal brengen, dat het jou zal helpen, dat het jou zal ondersteunen. En als ik zie dat de kaart van in het midden betekent van het brengt je in je kracht, dan mag je ervan overtuigd zijn dat het een gebeurtenis zal zijn, een situatie die jou meer en meer in je kracht zal brengen. Kijk maar eens naar het hart, hier op deze kaart. Is het niet mooi? En dit naar Valentijn toe. Het zou dus even kunnen betekenen dat bepaalde dingen horen te gebeuren waardoor dat jij dichter in contact kan komen met iemand die heel belangrijk is in je leven. En waardoor dat jij duidelijk meer geluk zal kennen. Ik ga nog even wat kaartjes bijtrekken. Misschien wordt het ons nog wat duidelijker. Ik heb de kaart van de Heilige Geest. Ik zou zeggen, de spirit van liefde is aan het werk. De kaart geeft aan dat we wonderen mogen verwachten. Ik zou zeggen, je mag het onmogelijke verwachten die mogelijk kan worden. Er gaan dus ergens tekenen zijn waardoor je zal kunnen merken dat iets aangekondigd wordt. Iets zal je aandacht trekken waardoor je een bepaalde weg zal kiezen die misschien niet zo eenvoudig is. Maar die eigenlijk zorgt voor een bij elkaar brengen, een helen, een verbinden, een brug vormen, een portaal. Een portaal waar heel veel liefde zal zijn. En dit wordt eigenlijk bevestigd door de Heilige Geest, die ons eigenlijk opent voor wonderen die zij wil brengen. Ja, de liefde duidelijk aan het werk. En wat is het wonder dat de Heilige Geest ons wil brengen? Dat is eigenlijk ons herinneren dat liefde echt is. Ons het belang van liefde laten zien. En hoe moeilijk het misschien ook voor jou kan lijken om dit pad te gaan, het universum zegt eigenlijk doorheen de Heilige Geest van maak je niet al te veel zorgen. Wij omringen je, we dragen je, we steunen je. Je staat er niet alleen voor. Het voelt aan alsof iets voorbestemd is om te gebeuren. Ook al kun je dit nu misschien nog niet zien. En dan hebben we Dualkul met Dharma Unfolding. En deze kaart geeft aan, herinner jezelf dat je op je pad bent. Dus we krijgen hier een duidelijke bevestiging dat dit pad die voor ons ligt, dat dit het juiste pad is. Dat het noodzakelijk is dat we deze weg gaan.
Als ook deze weg gaat blijkbaar in de richting van ons geluk, wat wij ook al heel duidelijk mochten voelen met de kaart van de talisman. Het geeft ons dus werkelijk iets moois te bieden. Het wordt spannend. Ik ga even een kaartje nemen van aartsengel Metatron. Om te zien wat hier naar voren komt. Het wordt tijd om dingen los te laten. Waarschijnlijk is het misschien om ons voor te bereiden op het nieuwe dat komt, het nieuwe geluk. Want als je kijkt naar de kaart, dan zie je heel duidelijk twee kleuren. Je hebt het blad hier, het goudgele, oranje, het rode, en dan hier het blauwe en het groene. Je zou kunnen zeggen dat de volgende kaart die we hebben ontvangen het vervolg is. Waar we naartoe gaan. We bevinden onszelf dus in een overgang. We gaan ergens naartoe. We gaan ergens naartoe waar wij ons emotioneel veel beter gaan kunnen voelen. Als ik dus kijk naar de kaartjes die hier op tafel liggen, dan voel je dat er iets zal plaatsvinden die misschien echt wel nodig is voor onszelf om meer geluk, meer liefde, meer welzijn in ons leven te brengen. Het geeft dus een heel prachtige beweging aan van de energie in ons leven. Even verder zien. Het wordt een heilig bergmoment. Bergmomenten staan altijd voor die hele belangrijke momenten. Denk maar aan Mozes op de berg. Denk maar aan de adelaar die ook altijd hoog op een berg verblijft. De adelaar die vaak gekend is voor een hoger zicht, een hoger perspectief. Het gaat dus een heel diepgaande ervaring zijn, waardoor we eigenlijk opgetild worden. Onze energie wordt opgetild naar iets moois, iets bijzonders, iets heel intens. Het zou wel kunnen dat we wat tijd alleen nodig hebben om dit moment volledig in onszelf op te nemen, omdat het zo krachtig is, zo veelzeggend. Het kan ook verwijzen naar dat smalle pad, het moeilijke pad, de klim die hoort te gebeuren om eigenlijk ergens te kunnen aankomen, op de top van de berg om dat hoger perspectief te kunnen zien. Eens je namelijk op de bergtop bent, dan kun je kijken in alle richtingen. Dan heb je als het ware een overzicht. Terwijl je bezig bent met de klim, je nog niet het grote geheel kan zien. Mooi. Laten we even kijken nog wat er nog mogelijk bij kan komen in deze legging. Je hoeft deze weg, dit pad, niet alleen af te leggen. Er gaan dus mensen zijn die je hierin helpen en begeleiden.
die jou op dit pad willen bijstaan, die jou willen helpen waar nodig, die naar jou luisteren, die iets voor jou willen betekenen. En deze vrienden zijn niet alleen de vrienden hier in jouw omgeving, je aardse vrienden, maar je mag het heel ruim zien. Je mag het zien als jouw gidsen, jouw engelen, het goddelijke, die jou constant omringt, jou helpt, jou draagt, jou beschermt, jou koestert, die ervoor zorgt dat je de nodige kracht hebt om deze weg af te leggen. Wat mij raakt is dat hetzelfde gele, witte licht ook hier te zien is op beide kaarten. Het is dus een manier om jou in het licht te plaatsen. En licht kun je vergelijken met liefde. Dat je terug liefde mag voelen binnen jezelf. Liefde kan delen met andere mensen. Dat je kan voelen dat je verbinding hebt. Verbinding met jezelf, verbinding met het universum, verbinding met engelen, met gidsen en met mensen om je heen. Het geeft een gevoel aan van nieuwe groei. En je komt er te staan. En wat je eens ervaarde als duister, als iets wat niet duidelijk is, als datgene wat je niet weet, het lijkt allemaal te verdwijnen op de achtergrond. Het is er nog wel, maar je staat zodanig in je kracht en in je eigen liefde, dat je eigenlijk zo rustig bent. Dat je de weg ziet en dat je er ook voor gaat. Je laat je als het ware dragen. Er ligt hier dus wel een mooie verbinding voor je klaar. Een verbinding die voelt als een wonder die jou wordt overhandigd. Als een wonder die op je pad komt. En die je heel gelukkig zal maken. Die jou zal optillen tot de hoogste hoogten. En waardoor je in staat zal zijn om eigenlijk de dingen die je misschien eerder niet hebt kunnen loslaten, nu zal kunnen loslaten. Waardoor je eigenlijk meer en meer in een blije gezindheid komt, in een vreugde, in een goed gevoel. Er is een prachtige energie die thans naar voren komt. Er is één kaart overgedraaid. En die kaart zegt: wanneer ik denk dat ik mezelf heb overgegeven, geef ik mezelf nog meer over. Het voelt als het middelpunt van deze reading. Jezelf kunnen overgeven in vertrouwen. Ook al weet je niet wat er jou staat te gebeuren. Het is je laten leiden. Zien wat komt. Laten we hier nog een liefdesorakel bijleggen.
om het pad van de liefde te kunnen zien die voor jou klaar ligt. Het is alvast een prachtig pad, waar er jou de boodschap wordt gegeven: ik hou van jou. Schitterend op deze Valentijn. Er ligt liefde voor je klaar. Misschien zijn het woorden die je nodig hoort te zeggen tegen jezelf, of woorden die je hoort te zeggen aan iemand die jou lief is, die je misschien nog niet hebt durven zeggen, nog niet hebt kunnen uiten, of die je gewoon niet meer wist te uiten. Omdat er moeilijkheden waren, omdat je even mekaar misschien niet meer kon vinden op de manier zoals je dat wel had willen doen. Ik zou dus durven zeggen dat er een wonder van nieuwe liefde naar jou kan toekomen op dit moment, waardoor jij en misschien andere personen in jouw leven heel gelukkig mogen en kunnen zijn. En het mooie is, voor altijd en eeuwig, jullie verkeren in eeuwige gelukzaligheid. Het is een boodschap van verbondenheid. Zie de regenboog. En je vliegt er midden onderdoor. Het vormt een portaal, een opening, een weg. De boog laat mij ook denken aan wanneer een gehuwd koppel buiten komt, wanneer er vaak een bloemenboog hen verrast, of mensen zelf die een boog vormen waaronder het gehuwde koppel door kan stappen. Een boog van vrienden, van mensen die het goed met hen menen en die op een of andere manier met hun verhaal verbonden zijn, met hun verhaal. Er zit een prachtige symboliek in voor deze Valentijn. En je hoeft niet in de relatie te zijn. Het kan zijn dat er een padweg gecreëerd wordt voor jezelf om naar een groter geluk te gaan. Meer geluk met jezelf, meer liefde vinden binnen jezelf. Ook dit is van het grootste belang. En is even rijk en misschien soms nog rijker dan het delen van liefde met anderen. Want eens jij persoonlijk de liefde hebt gevonden binnen jezelf, heb je zoveel meer liefde om te geven en te delen met mensen die in jouw leven komen. Ook hier voel ik terug die boodschap van Poortwachter, wat ik heel sterk heb mogen ontvangen in 2020. Je bent een poortwachter. Iemand die bruggen bouwt, portalen bouwt, een opening creëert om heel wat in jouw leven te laten gebeuren. Hier is het alvast een portaal waar jij zou kunnen zeggen: ik hou van jou. Of dit nu tegen jezelf is, of aan iemand anders. In elk geval het getuigt van heel veel liefde. Het is krachtig, het is puur. En het is een mooie padweg om geluk in je leven te creëren. Dankjewel. Ik hoop dat je het leuk vond. En als je het leuk vond, laat het mij dan alvast weten. En misschien vind je het interessant om te abonneren, waardoor je mij alvast een duwtje in de rug geeft. Ik zeg je graag dankjewel
En tot de volgende. Namaste.